Eimond Nieuws maakt familieportretten in de hele Eimond. En nu zijn we aangeland bij Tegel Kookwinkel in Beverwijk. Nou, als je het over een familiebedrijf hebt, Klaas Tegel. dan is Tegel Beverwijk wel een begrip in de hele omgeving. Hoe lang bestaat jullie bedrijf al? Ons bedrijf uh, vanaf 1893. Kijk, dus, uh, dat bedoel jaar, ik. Ja. 129 jaar. Jij staat heel trots met een. Uh, Prachtig boek met herinneringen in je hand, familie Tegel. Uh, hoe is dat zo gekomen? Uh, er is een tante van mij die heeft uh, nou ja, goed, alles uh, op papier uh, geschreven. Uh, een beetje over de historie uh, van het uh, bedrijf Tegel. En er staat alles in wat, uh, wat, wat meegemaakt is: uh, die hoogtepunten, dieptepunten. En dat hoort ook bij uh, 129 jaar bestaan: hoogtepunten en dieptepunten, inderdaad, dat klopt. Laten we weer bij het begin beginnen, Klaas. Uh, wie hebben dan het wie gestaan van het bedrijf Tegel? Dat zijn mijn uh, overgrootouders geweest. Dat is uh, Elisabeth Tegel uh, Stoutenbeek en uh, Willem Tegel. Weet je hoe ze begonnen zijn? Wat, wat hun idee was om, om, om. Ja, een kookwinkel was het toen niet, maar een huishoudelijke uh, zaak. Een winkel van Sinkel uh, heette dat. Een winkel dan? van ja, Sinkel heette het. Een zo zijn ze zo... begonnen. Ja, 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 maar hier op de Breestraat? Ja, hier op de Breestraat. Op de Breestraat 40. Um, nou, Elisabeth Tegelstout was een teller uit de Stoutenbeekfamilie, familie Die hadden ook al winkels op de Breestraat. En vanuit dat oogpunt zijn ze ook een winkel begonnen. En dat mocht natuurlijk geen manufacturen zijn, geen textielwinkel. Dus het werd een winkel van Sinkel daardoor. En hoe waren toen de omstandigheden om, om, om zo te beginnen? 1893, de Breestraat is nu een, een mooie winkelstraat geworden. Toen de tijd waarschijnlijk een, een hoofdstraat, meer niet. Wat was hun reden om hier te starten? Um, nou, wat ik je net vertelde, uiteindelijk uh, dat het een beetje in het bloed zat, hè? De Stoutenmeek, die ook al winkels hadden, uh, uh, wilde toch ook een winkel beginnen hier. Uh, Brees, dat was toen nog een eenvoudige winkelstraat, hè? er stonden nog maar een paar winkels. Maar ze hebben toch uh, uh, de lef getoond om uh, hier uh, te gaan beginnen. Ja, met toen de tijd huishoudelijke artikelen enzovoort. Het was natuurlijk wel heel divers voor die tijd, de winkel van Sinkel. Dus uh, volgens mij waren dat van, bij wijze van spreken, kinderwagens tot uh, lampen, pipetstelletjes, tot uh, ja, allemaal dat soort dingen. Alles wat toch met het huis te maken had. Hadden jouw overgrootouders al een filosofie om, om zeg maar, niet alleen te starten, maar ook verder uit te breiden enzovoorts? Toen nog niet, ze waren net gestart. En dan als je aan het starten bent, dan ben je denk ik in eerste instantie het opbouwen. In Later generaties is dat wel gebeurd, ja. En hoe is dat zich verder uitgebreid? Want het is van vader op zoon of van moeder op dochter overgegaan? Ja, nou, vader op zoon is het uh, overgegaan. Dus mijn uh, opa is er uh, toen uh, in gegaan. En dat, de Breestad 40 zijn ze begonnen. En dat is dus een klein winkeltje. Toen werden wel al de buren erbij gekocht. Dus Breestad 42. En later ook nog aan de achterkant, aan de Koningsstraat, zijn er ook nog drie nummers bijgekomen. 23, 25 en Koningsstraat 27. Dus toen werd het een grote winkel. Zo zijn we uitgebreid uiteindelijk naar een winkel van bijna 600 vierkante meter. De winkel is begonnen op de Beestraat. Maar jullie zijn in de loop van de jaren ook elders begonnen. Uh, waar? We hebben uh, een winkel gehad in, uh, in Zeist. Mijn, uh, mijn oma had uh, meerdere kinderen. En die wilde eigenlijk wel voor elk kind een, uh, een winkel. Dus zijn ze een winkel in uh, Zeist begonnen op de Slotlaan. Dat hebben we ook heel lang gehad. Ik denk wel uh, ruim 30 jaar. En later ook nog een uitbreiding in Alkmaar, de lange straat. Dat is Heusveld-Tegel was dat. En uiteindelijk ook nog, dat was een productgroep wat voor ons heel goed ging. We hebben We nog een tuinmeubelwinkel gehad op de Parallelweg, de Woonboulevard in Beverwijk. Hadden jouw overgrootouders en de opvolgers ook, zeg maar, een bepaalde slogan? Kwaliteit staat voorop, bijvoorbeeld. We hadden een slogan vroeger, die was vroeger heel vroeger was die wel bekend, in de regel naar Tegel. Dat is echt een sleutel, want die hebben we best nog wel lang gebruikt. We zijn natuurlijk nu in de huidige tijd. De concurrentie is natuurlijk ook groter geworden. Wat zijn de huidige ontwikkelingen? Kan je daar iets over vertellen? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, het mag duidelijk zijn dat de detailhandel, de fysieke detailhandel, natuurlijk lastig heeft. Dat merk je natuurlijk ook aan de winkelstraten: minder winkels, verdwijnen winkels. Ja, om. om, om te overleven moet je inderdaad wel alles uit de kast halen tegenwoordig. Ja. En wat is jouw drijfveer om dit uh, zo voor te zetten? Wat, wat is jullie filosofie op dit moment? De filosofie is natuurlijk, uh, het is gewoon een, een winkel voor ons. Het is een stukje nostalgie wat we hebben en we hebben natuurlijk heel veel lol gewoon in het, uh, in het winkelen. Ja. En dat willen we gewoon uh, voortzetten en dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Mensen verlangen ook naar persoonlijke service en persoonlijke aandacht. Ik neem aan dat het ja. jullie kracht is om dat zo in de praktijk te brengen. Zeker. Ja, nou, ik denk dat we daar ons ook kunnen onderscheiden ten opzichte van bijvoorbeeld uh, webwinkels. Uh, mensen willen soms ook nog uitleg. Hè? Wij kunnen hier natuurlijk echt uitleg geven, uh, adviseren. Uh, en als het moet kunnen we het zelfs ook bij klanten nog thuis brengen. Of misschien bepaalde producten installeren als ze dat graag willen. En met, uh, met hoeveel personeelsleden uh, zeg maar, functioneer je nu? Uh, vijf. En uh, Zijn er nog andere zaken die, uh, die jullie nu doen, buiten de normale verkoop? Ik denk aan uh, workshops of wat ook. Nou, dat, dat is, wat, het is de afgelopen twee jaar natuurlijk heel lastig geweest, hè, workshops. Want we konden helemaal niks organiseren eigenlijk, hè, maar dat deden we wel. We gaven uh, achter in de winkel, we hebben ook een kleine keuken achter in de winkel, demonstraties, workshops. We hebben zelfs workshops ook met barbecues hier aan, aan de voorkant gehad, uh, uh, aan de Breestraat. Uh. En is er veel belangstelling voor? Er is zeker veel belangstelling voor, dat is heel leuk. Zijn Klaas, in de loop van zo'n meer dan 100 jaar uh, zijn er natuurlijk hoogte- en dieptepunten in zo'n bedrijf. Uh, kan je daar iets over vertellen? Wat zijn er dieptepunten meegemaakt? Een brand of ongelukken of wat ook? Nee, nee dat, dat niet. Gelukkig niet wil ik zeggen, want het lijkt me ook verschrikkelijk om dat mee te maken. Maar uh, nou ja, kijk, economisch is het natuurlijk ook altijd zo gegaan. En daar hebben wij, dat hebben wij ook ervaren natuurlijk. Je had in de jaren tachtig, zal ik maar zeggen. Met hoge rentes en uh, toen had de, de firma Tegel het ook zwaar. En jullie hebben ook twee uh, oorlogen overleefd? Dat, dat, dat krijg ik wel een beetje mee van mijn oma natuurlijk. Die heeft het meegemaakt. Uh, de winkel moest geloof ik hier zelfs helemaal dicht. En uiteindelijk was het toen, uh, toen de oorlog afgelopen was, het was eigenlijk voor haar veel moeilijker om aan spullen te komen dan om het te verkopen. Dus zij moest alleen maar uh, proberen spullen te, te, te krijgen voor in de winkel. Ja. En hoogtepunten, uh, Klaas? Uh, ik denk aan uh, jubilea, uh, zoveel jaar bestaan enzovoort. Is daar nog veel aandacht aan besteed? Ja, nou, we hebben natuurlijk uh, ons 100-jarig bestaan uh, hebben we gevierd. Dat heb ik dan natuurlijk ook zelf bewust meegemaakt. Uh, dat hebben we gevierd door uh, mooie acties in de winkel te creëren, folder uit te geven. Uh, nou, een mooie dag weg geweest met het personeel. Ja. Mooi om op terug te kijken. Zeker. We gaan nu even naar de, naar de toekomst. Uh, hoe, hoe, hoe zie je de toekomst? Want ja, familiebedrijf, van vader op zoon, van moeder op dochter, enzovoorts. Zit dat nog in de lijn der verwachtingen? Ik moet je zeggen, ik heb nog jonge kinderen. Dus uh, dat moet nog blijken. Uh, ik zou broer het heeft... mooi vinden. Ik zou het wel leuk vinden. Jazeker. Ja, zeker. Een traditie voortzetten. Ja, ja zeker. Goed, ze moeten er wel zelf achter staan hoor. Laten we, ik zal ze nooit wingen of doen. Ja, als ze dat zelf denken leuk te vinden, dan uh, juich ik het ze van harte toe. In deze tijden worden er ook uh, overnames gedaan, fusies gedaan. Zijn jullie wel eens benaderd om, om zeg maar, overgenomen te worden? Of, of, uh... Nou, misschien voor mijn tijd en heel vroeger wel. Uh, er is ook wel een periode gekregen van mijn vader begrepen hè, dat de firma Blokker nog wel actief ...drijven probeert te benaderen om die over te nemen zodat de blokker er zelf in ging zitten. Zo zijn er best wel wat collega's van ons verdwenen, dat blokker gewoon die zaken overnam. Uiteindelijk zijn wij er nooit, wij wilden altijd gewoon zelfstandig blijven. Jullie zijn er sterker uitgekomen, zoals dat Wij heet. zijn er sterker uit. U weet wat er met blokken gebeurd is. De film op Heel goed. blokken zitten er niet meer in. Uh, Klaas, wat moeten jullie nog doen voor de langere termijn om, om te overleven? Ja, nou om te overleven. Heb je niet alleen nog een fysieke winkel, want dat is niet voldoende tegenwoordig. Je zult daar ook heel veel aan social media moeten doen. Hè. Dat is Instagram, dat is Facebook. Um, dat is een goede webwinkel. Mensen willen eigenlijk thuis al weten wat je verkoopt, wat je prijzen zijn. En of je een op voorraad hebt. En dan willen ze vaak ook wel de moeite nemen om naar de winkel te komen. En dat soort dingen moet echt wel kloppen. En, en we werken ook, en dat is ook wel belangrijk voor ons, met een klantensysteem. En we proberen echt een klantensysteem op te bouwen. Dat we mensen ook... die Constant kopen bij ons. Soms uh, ben belonen, dus die, die kunnen spaargoeden bij ons uh, sparen. En daar kunnen we natuurlijk weer de gegevens van de klant vragen, waardoor we nieuwsbrieven kunnen sturen of aanbiedingen. Klaas, ik kan me herinneren dat fabrieken en bedrijven vroeger vertegenwoordigers hadden om hun producten aan te prijzen. Gebeurt dat nog steeds of haalden jullie dat uh, alleen van beurzen? Nee, we krijgen nog steeds vertegenwoordigers van bepaalde merken en komen nog steeds langs. laten nog altijd hun producten zien of hun aanbiedingen. Maar beurzen, dat is ook nog belangrijk. Er zijn nog een paar grote beurzen in Europa, Frankfurt, in Amerika, Chicago. En ik ben zelfs wel een keer naar China geweest om te kijken. Ja. Ja, vroeger de winkel van Sinkel en nu de kwaliteitsproducten in Tegelkoopwinkel. Nou, mooie kan niet hebben, Klaas. Daar staan we voor.